Zondagmorgen 20 mei rond 15 minuten over 4 kwam er een melding binnen van een autobrand op een parkeerplaats aan de Korenbloem in Culemborg. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het voertuig. Het voertuig, een Toyota Yaris, is hierbij verloren gegaan. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. De berger heeft de auto weggesleept.